aspergequiche. Zeef 200 gram bloem en 1 theelepel zout. En doe in een keukenmachine. Snij 100 gram koude boter in stukjes en voeg toe. Maal in 1 minuut tot een kruimelig deeg. Laat de motor draaien en voeg 1 ei en 1 eetlepel koud water toe. Laat draaien tot een samenhangend deeg ontstaat. Voeg indien nodig nog 1 eetlepel koud water toe. Kneed het deeg kort met je handen tot een bal. Laat in vershoutfolie 30 minuten rusten in de koelkast. Verwarm de oven voor op 180 graden. Schil 500 gram witte asperges rondom met een dun schinder vanaf vlak onder het kopje naar beneden en verwijder de houtachtige onderkant van de witte en 500 gram groene asperges. Snij alle asperges in stukken van 2 centimeter. Klop 4 eieren los met 200 gram crème fraîche. Rasp 150 gram gruyère en roer 2/3 door het eimengsel. Rasp de gele schil van 1 schoongeboende citroen. Pers de vrucht uit. Roer het rasp en 3 eetlepels sap door het eimengsel. Bestuif het werkblad en een deegroller met wat bloem. Rol het deeg uit tot een ronde lap van 32 centimeter doorsnede. Vet een aluminium quichevorm met een doorsnede van 28 centimeter in met wat boter. Bekleed de vorm met het deeg. Prik gaatjes in de bodem. Verdeel achtereenvolgens de asperges, het eimengsel en de rest van de kaas over de bodem. Bak in ongeveer 45 minuten in de oven goudbruin en gaar. Zo maak je een asperge quiche.